jullie kunnen zien hoe wij het frame hebben gebouwd, de stuurinrichting en de aandrijving. En vandaag gaan we het gaspedaal en de stoel maken. En dan is hij klaar en dan gaan we testrijden. Yes! Ik ga eerst even een balkje maken om de voeten op te zetten natuurlijk. Dit wordt het gaspedaal. Dit is een gaspedaal dat matcht met mijn schoenmaat. Jullie kunnen waarschijnlijk een kleinere gebruiken, denk ik, maar deze is voor mij precies goed. Nou, om dat gaspedaal nog even moet scharnieren, hebben we daarvoor een mooi blinkend nieuw scharniertje. Ik adviseer zelf om even in de kast te kijken of jullie geen oudere hebben. Hom, hom. Hij doet het al. Zo. Hoppatee. Dit touw gebruiken we om gas te geven. En die maken we hier zo rond de schroefmachine. En dan daar maak ik nog een extra schroefoogje als geleiding. En dan gaat hij naar voren, naar het gaspedaal. Geen geduld, deze skelter. Perfect. Hey, het gaspedaal is klaar. Dus we kunnen al bijna gaan rijden, alleen ik heb nog niks om te zitten. En daarvoor hebben we hier een prachtige stoel. Ik wil natuurlijk niet met stoelen naar afvallen, dus ik zet hem met 4 schroeven vast. Zo, ik vind het een keimooie skelter. Tijd voor de testrit. Zo, het moment van de waarheid. Hij breekt nog niet door, dus dat is alvast goed. Woehoe! Zo, hey, een top skeltertje denk. Hey mensen, tot de volgende keer! Haha!